En dan zeg jij, hè, wat dan? En toen zei Thijs, ja, over je eerste seizoen. En toen zo, ja, het wordt niet gefilmd. En toen zei het zijn nevouw, doe normaal. En nevouw, lullen op mijn hoofd. Lucas, vertel over je seizoen. Hallo kijkers van Haar Mevrouw. En vandaag is het niet alleen Frodo reageert, maar ook Lucas reageert. Darkness rises in all you do. Want we gaan reageren op de allerslechtste momenten van Lucas in de vlogs. Oftewel, alle momenten van Lucas in de vlogs. En we beginnen met... Welke wil je beginnen? Je mag echt alle 13 hier. Nee, we beginnen wel gewoon met het begin. Ja? Oké, okay, we beginnen met het begin. Harm en Frodo vlog 63. Daar heb ik op school geweest. Dat is leuk. Heel erg veel plezier. Mooie school. Altijd. Daar ben ik al meteen. Ja, maar wat zei jij hier? Jij zei alleen maar hallo en je was een broodje aan het eten. Ja, ik had gewoon een broodje in mijn mond en dan ga jij in één keer die camera gewoon doen. Nee. Ja, hier, dan is het ander alweer, dat willen we allemaal niet. Maar dit was dus jouw debuut in de vlog. Ja. Jouw allereerste keer en dan doe je dit. Ja. Moet ik jou hier überhaupt serieus nemen? Nou, lijkt me niet. Nee, dat lijkt mij ook niet. Ik ben gewoon een broodje aan het eten. Wat is nog de vlog waar jij het allerleukst vindt dat je in zit? Waarin jij jouw toevoeging het best vindt? Mijn toevoegingen? Ja? Daar moet je ook om lachen natuurlijk. Ja, omdat ik... ja. Ben jij zo groot trouwens? Sorry, mijn shoot staat gewoon aan. Ja. Heel groot. Laten we maar niet opstaan. Oké, maar... Ja. Nee, ik denk... de laatste vlog was natuurlijk wel leuk. 99? Gaan we even 99 kijken. Oké, we zijn in de attractie. Oh nee. Jongens, water. En natuurlijk van de mensen. Kan ik nog overstappen? Ik ga echt niet. Ik had van die schelden. Dit kan nog niet. Jongens, en je wordt er helemaal af. Het is toch prachtig? Ja. Ik vond het wel leuk, ja. Maar niemand die daar nat werd. Nee, dat was ook niet. Oh ja, hier is ook nog echt het geweldige stukje in de vlog. Attractie. Nou, want iedereen op de vlog weet dat jij niet kan navigeren. Ja, maar daar gaan we het echt niet meer over hebben. Oh, dus Google kan niet navigeren. Ja. Wil je dit nog terugnemen of zo? Ik ga helemaal niks terugnemen wat ik zeg. Maar het gaat over navigeren. Dat is zo hilarisch. Hier, over navigeren gesproken. Maar mevrouw de vlog 90. Storming Amsterdam. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video waarin Lucas en ik gaan proberen om binnen 24 uur... meteen al 5 shots dat ik even de weg aan het zoeken ben. Schotland. Hier, dit is toch erg. Als eerste... naar het station. Good job. Lucas kan niet naar... Geen reactie? Nee. Jongens, dit is het station. We gingen op de fiets naar Amsterdam. Toch raar, ja, maar nee, we moesten langs het station. Nee, jij gaat ook weer naar het station. Weet ik veel wat ik gedaan heb. Nou ja, het was in ieder geval hilarisch. Nou, vervolgens staan wij... Oh ja, dit is ook hilarisch. Toen gooide ik even een flashback in van de Harmen voor de vlog naar Schotland. Ja, daar geef ik toe. Maar daar was Google Maps weer fout. Ik zou er blij naar een flashback in doen als ik weet dat ik het niet zou vergeten. Richting Schotland. Wacht, nee. Ja, oké, daar zeg ik het. Maar dit was omdat Google Maps gaf aan, ja, je moet hier zijn, dat klopt ook, we moesten daar zijn, alleen onder de grond. En daar gaf hij niet aan. Dus wij stonden... Oké, die geef ik toe. Wij stonden boven Schiphol Airport, eigenlijk. En dan heb je deze nog, die vind ik zelf is mijn all-time favorite, het afscheid van Storm in Scotland. Dan heb je hier heel lang Milo die aandacht probeert te vinden. Luca, wie heb je dan nog meer daar? Thijs. Oh ja, dit is heel even een stukje van Thijs. Dan gaan we a cappella zingen. Dat is ook wel leuk. Het zijn jouw video. Ja, dan gaan we zingen. Thijs, kom. Ja, we gaan even ons a cappella doen. Wow. Wat is een a cappella? Dat je zingt zonder muzikale begeleiding. Wow! Wow! Hij wil ook in de ananas. Diep in de zee. Wat? Ja, moet jij hem afmaken.
Ja, ik wel. Snapte je die nou echt ik niet? Ik snapte die niet. Snap je hem nu wel? Ja, ik heb hem hier in Harmfoto voor 100, daar heb ik hem terug gedaan. Maar dat heb ik eruit geknipt. Maar dan zeg ik opeens, dan zit Thijs een heel verhaal te doen over dat hij ijs wil eten. En dan zeg ik opeens, hij woont in een ander, dat is diep in de zee. En dan zegt hij, ja wat nou? En toen snapte hij hem niet, dus dat is ook hilarisch. Het zijn Neval doen normaal en Neval knul op mijn hoofd. Hij woont in een ananas diep in de zee. SpongeBob. Ja, dat deed jij in de vorige vlog bij mij, dus ja. Nou, dan ben ik helemaal met Thijs verdwaald. Hier, dus überhaupt, het gaat erover dat we daar die reunie hebben. En pas na 5 minuten zitten we überhaupt bij die reunie. En die vlog duurt 10 minuten. Oh, maar dit is ook wel een leuke vlog, ja. Ja, daar zit jij al met je mooie koppie. En jij komt als laatste aangelopen. Ja. Lucas, wat vind je ervan? Geweldig. Wat was hij oranje? Ben jullie Donald Trump genoemd? Ja, ik weet niet, onder al dat licht daar. Dat is gewoon... Of een slechte camera van jou. Mm-hmm. Thijs, ja, dat is sowieso niet, man. Nee. Ja, eigenlijk moet jij even koptelefoon dragen, want ik weet toch al wat ongeveer gezegd wordt. Maar dan is het gelijk wat beter. Hey, man. Ik voel nog geen neus dat ik gevuld ben. Waar is die pen? Lucas! Die pen ligt. Hoe heb ik nou een groot hoofd? Oh, kijk eens, arme Frodo. Het is gezellig, jongens. De eerste ronde zit er alweer op. Zet maar aan, oké. Hij staat best hard. Dan kan ik ook even meeluisteren. Oh ja, toen gingen we die toast uitbrengen. Maar dat hadden we ook gewoon gejat van diegenen die achter ons zaten. Lucas, je pen ligt. Hallo, kijk eens, arme Frodo. Het is gezellig, jongens. De eerste ronde zit er al. Dat was wel hilarisch. En dan ook uiteindelijk dat ik zo... Ja, en hier was ik helemaal niet meer bij. Nee, maar wat wel hilarisch was, was dan uiteindelijk... Dat heb ik eruit geknipt, speciaal voor jou. Wat dan? Moet ik het zeggen? Ja, ik vind prima. Ik zeg dan, op die vlog... Lucas, vertel even over je eerste seizoen. Het wordt niet gefilmd. En toen was ik aan het filmen. En dat heb ik speciaal voor jou eruit geknipt. Maar misschien heb ik dat nog ergens... Ik heb waarschijnlijk die losse bestanden nog bewaard. Ja, daar gaan we nu niet... Daar gaan we even naar kijken. Oh, ja. Hier, als het goed is heb ik beeldmateriaal bewerkt nog ergens staan. Moet ik heel even kijken. Ja, Schotland 9. Moet ik heel even kijken welke het is. Oh, dat was zo'n grappig stuk. Dat ik dit allemaal bewaard heb. Dit zijn goudmijn... Maar we zetten hem heel veel stoptoren gevonden. Bestanden? Dit zijn alle filmpjes. Slecht nieuws, we hebben dat niet meer. Maar dat was echt het beste moment ooit. Dan, want Thijs die zegt... Lucas, je zou ons nog iets vertellen. En dan zeg jij, hè, wat dan? En toen zei Thijs, ja, over je eerste seizoen. En toen zo, ja, het wordt niet gefilmd. En toen zei hij... Het zijn Neval doen normaal en Neval knullen op mijn hoofd. Lucas, vertel over je seizoen. Niks, dat was wel jammer. Gaan we heel even naar... Oh ja, hier zit jij een glansrijke rol heb jij hierin. Moet ik even kijken waar precies. Dat is nog veel eerder daar. De hele Bergaboom zeg ik dan volgens mij of zoiets. Hier. Ben ik hierin dan? Ja. Maar waar? Ja, blijkbaar verder. Ja, ik zat op die berg zag ik jou. Ja, bij de terugweg toch? Je moet hier ergens zijn, echt. Nadat ik daar maar... Hier! Ja! Hoe mooi is hier? Hier! Kaulo mooi! Nou, de hele berg gaat... En dan hier? De hele berg gaat boom! Maar ik had bijna Daniel verslagen. Oh, dat vindt Sam wel leuk. Voor Wim! Dat was mooi! Wacht, wat zei ik nou daar? Jij zegt, oh, dat vindt Sam wel leuk. Nee, daarna. Zeg ik nog wat. Het is een hele leuke vlog. Thijs is er ook. Oh ja, jij zegt, ik had bijna Daniel ingehaald met die berg beklimmen. Dat was mooi. Hier, en toen gingen wij dus helemaal, zoals ik met die irritante mensen zag, helemaal terug. Oh, en wat deed Thijs toen ook weer natuurlijk? Wat deed Thijs? Oh ja, die ging door zijn enkel. Dat was lachen. Oh ja, mooie shot trouwens. Tiranana
I'll be there for you.